In Nederland zijn veel Antillianen en Arubanen die zich bekeren tot de islam. De meerderheid van hen maakt de overgang van het christendom naar de islam na een tijdje in Nederland te hebben gewoond. Twee Nederlandse Antillianen die onlangs de islam hebben omarmd zijn Anwar Platen en Isa Martina. Vanuit het katholicisme ben ik overgestapt naar de evangelische kerk. En dat vond ik ook niet zo best, omdat ze konden mij geen antwoord geven op de vragen die ik had. En die vraag heb ik wel gekregen op het moment dat ik de Koran in mijn handen heb gehad. Absoluut. Isa, hoe ging het bij jou voordat je hier in Nederland kwam? Nou, ik heb daar tot mijn 19e op Curaçao geleefd, of gewoond. En toen ben ik besloten in Nederland te komen om eigenlijk te studeren. Dus ik wou dan, net als de meeste Antillianen, die komen naar Nederland om of te studeren of een betere leven te zoeken. Werk enzovoort. En sindsdien ben ik op school. Dus ik heb toen opleiding gedaan, gewerkt hier en daar. En uiteindelijk, toen ben ik ook zeg maar hier in aanraking gekomen met de islam eigenlijk. Maar was je ook op zoek naar iets zoals Anwar? Ja, op Curaçao ging het vanzelf, omdat ja, je bent Rooms-Katholiek. Dus je gaat zondag naar de kerk, je viert kerst. Dus het is eigenlijk een cultuurbezigheid. Maar in Nederland werd zeg maar, zeg maar duidelijk zeg maar, die verschillen in het geloof. Zeg maar. Dus dan hoor je meer die termen islam, boeddhisme, protestant, advent. Dus hier heb ik eigenlijk meer kennis genomen van het geloof, verschillende geloven. Anwar en Isa hebben ook familieleden die tot de islam zijn bekeerd. Anwar is dankzij zijn zus moslim geworden. De moeder en het zusje van Isa hebben dankzij hem ook de islam als geloof aanvaard. Mede door mijn informatie, door de geschiedenis. Dus ik heb mijn moeder eigenlijk onderwezen over de islam. Want zij had eigenlijk geleerd dat je eigenlijk, dus Jezus, de profeet Jezus, vrede zij met hem, eigenlijk dat hij God is, de zoon van God. En dat je hem moet vasthouden en nooit loslaten. En mijn moeder zei, maar stel dat ik moslim word, want ik herken veel dingen in die geloof dat goed zijn. Stel dat ik moslim word, moet ik dan Jezus opzij zetten? Ik zei tegen haar, nee, kom, laten we samen lezen. Heb ik toen Surah Maryam aan haar voorgelezen. En ze kreeg tranen. Ze ging huilen. Ze zei van, ik dacht eigenlijk dat dat was mijn vrees was eigenlijk meer Jezus eigenlijk. Maar nu dat ik zie dat Jezus eigenlijk een profeet was, gestuurd aan de mensheid, met een boodschap. En eigenlijk dat God eigenlijk degene is die hem heeft gestuurd. Nu voel ik mij meer dichter bij Jezus dan daarvoor. En het is voor mij duidelijker geworden. Want eigenlijk het is gek, wat ze tegen mij zeiden dan. Het is eigenlijk gek om te geloven dat God eigenlijk ook een mens kan zijn. Of in een mens kan zitten. Of een zoon heeft. En dat waren ook de vragen. Ik denk dat Anwar die vragen ook had. En die uiteindelijk, wij zijn eigenlijk bevrijd van eigenlijk de vragen die we hadden die nooit beantwoord werden. Om de kinderen een goede islamitische opvoeding te geven, hebben Anwar en Isa besloten te trouwen met moslima's. Mijn oudste zoon is van een vorige huwelijk. Hij is nog niet tot de dien gekomen, tot het geloof. Maar dat hoop ik wel in de toekomst, inshallah. Ik heb een zoontje van anderhalf. Dus hij zou natuurlijk wel een islamische opvoeding van ons krijgen. Ja. Nou, ten eerste is een van de dingen dat je kinderen moet leren als moslim is dat we hebben allemaal één vader en één moeder. En dat is Adam en Eva. Dus wij zijn eigenlijk allemaal geschapen door dezelfde God. Dus eigenlijk dus als mens zijnde moet je dan als moslim toch goed zijn voor een andere. Zeg maar, ook kunnen helpen en ook goede gedrag kunnen tonen naar anderen. Ook al is hij geen moslim. Dus het beste voorbeeld eigenlijk moet je laten zien. En ja, voor de rest over, ja... Misschien zou hij een vriendje krijgen die zou zeggen van... Nou, God bestaat niet. Dat zou kunnen. Maar ik zou proberen hem dan te onderwijzen. Zeg maar, mijn zoon zelf. Zeg maar, wat eigenlijk de islam is. Dat hij ook zijn vrienden kan... zeg maar dat hij ook de antwoorden heeft op de vragen die hij krijgt dan, zeg maar, van niet-moslims. Antilliaanse en Arubaanse moslims in Nederland zoeken elkaar op. Het doel is een sterke en georganiseerde moslimgemeenschap te vormen in dit land.
Daarnaast ontmoeten zij ook moslims met verschillende achtergronden om kennis over de islam op te doen. Hier bijvoorbeeld, in buurtcentrum De Meeuw in Amsterdam, waar een Ramadan-iftar wordt georganiseerd. Aïssa en Anwar zijn getrouwd met moslima's van Marokkaanse afkomst. Amina Bentahar en Narjis en Najjar zijn gelukkig met hun echtgenoten, ondanks de opmerkingen van sommige mensen. Een van de doelstellingen van deze groep is ervoor te zorgen dat de Koran wordt vertaald en uitgelegd in het Papiamento, de officiële taal van de Antillianen. Aïssa Martina geeft hiervan een voorbeeld. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Met de boeskamire voeg je zeker Allah contra is Satan. De naam die Allah is un die más generoso, is un die más bondadoso. Bisa, eta Allah, e único, eta as-samad, es un gota independiente de su creación, pero e creación da dependiente de je. Lam yalit wa lam yulad, e no tin descendiente, e no tin mama, ni tata, eta sempre eta bata prome e de laster. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, e nada no parcele. Su creación lo que la crea no parcele, ni es parte su creación, está único, nada no parcele. Esa es la explicación de su